Hey, welkom bij mijn dag. Goedemorgen jongens en meiden. We hebben lekker... Gio! Gio! Yo, goedemorgen jongens en meiden. Ik denk dat jullie zijn bellenpakken voor de... Goedemorgen dames en heren. Goedemorgen jongens en meiden. Welkom bij een nieuwe vlog. Fuck, Louise is aard. Ja, Louise is aard. Van alle YouTube moms stikt zij er eigenlijk torenhoog bovenuit. Zal je één keer doen? Maar bro, ik ben echt, ik meen dat, hè. Ik ben echt niet zo op jonge meisjes. Dus ik zit echt zo full on op Google's en shit. Damn. Wow. Ja, maar het is wel zo. Het is wel zo. Jij zegt nu al heel vaak, ik ruik niet meer. Huh? Ik wou. Wie heeft er op mijn kop gepoept? Heb jij op mijn kop gepoept? Bliksemsnel klom de kleine mol op Pillebak's hok. Daar landde een klein zwart worstje op de honden kop. Insane, hij poept terug op de hond zo. Het is veel te koud. Kijk. Nog een sip. Thanks voor het kijken, jongens. Ik had de dat ik niet zo pijn ging hebben in mijn buik of zo. Zo van. Yo mensen, hier is even een ad break. Van Emma Sleep. Hey, ik heb een matras gekregen. Let's go. En ik ga hem unboxen met jullie. Hoe moet ik dit goed gaan visualiseren voor jullie? Oké. Okay. Spankeer. Jullie kunnen ook een matras bestellen via de code hier. Gebruik die code. Mooie kortingen op de website, want het is het nieuwe jaar. Jongens, update. De matras is ready. En hij floepte eruit in één keer. Ik dacht echt bang dat er dingen gingen vallen. Oei, joh, mijn tv, man. Oh, damn. Jongens en meiden, het is mij gelukt. Wilt je nu ook zo'n matras? Kijk, link in de beschrijving. Met mijn leuke kortingscode kun je dan ook nog eens korting krijgen. Amazing. Amazing. Go and buy it. Oké, terug naar de video. Het is alweer donker. Ik ben nu 25 en blijkbaar recoveren uw cellen minder snel als jij 25 bent. Ja, dat is fucked up, dus nu voel ik mij officieel oud. Maar ben ik nog niet, dus ik ben nog in de fleur van mijn leven. Let's go. Eerlijk, die straatjes zijn er kapot cute. Ik vind het wel leuk om hier te wonen. Ik ben met de auto, dus ik kan helaas niet drinken. Maar dat maakt niet uit, dan kan het alsnog leuk zijn. Let's go naar Utrecht. Hoe kom ik in Utrecht? Als de bay. Mr. Chagrijn is er ook bij, hij is weer een meeting aan het plannen, aan het bellen, yes, fuck, ja, okay, shit. Ik zie je zo, Marcel. Damn, hoe, yeah. Dat is goed? Ja, geweldig. Yes, vlog. Ik heb een special guest bij, een oude squad member. Een oude squad member? Ja, kill. Joop. Goeie koep, man. Ja, klopt. Shine bright cool. Like a forehead. Insane. Zo, dus we gaan naar de première van Game On. Game On. Zo, is dit echt nodig? Ja. Gamefilm. Dat verdient keihard applaus. Hey! Hard applaus voor Maurits, Bardo, Melanie. Ik heb zometeen een blind date voor een video van Frank. En ik weet niet of ik zenuwachtig moet zijn. Nou ja, nee, dat sowieso niet, maar ik weet niet. Ik vind het wel een beetje ongemakkelijk of zo. Er staan er zo 4 meiden achter een doek. Ik ga het gewoon op mijn 11 laten komen. Maar ik ben net wakker. En ik ga even douchen. Zo gewijd. Ik heb een cheat day. Dus dit is mijn ontbijt. Ja. Ik vind dit echt top. Met een beetje stroop vind ik dit echt lekker. Dus ik ga nu lekker van smullen. Yeah! Hey, what, Marij Sourfield. Are we vlogging? We are vlogging today. Today we gaan mijn nieuwe peekje vinden vandaag. Ja, dat hoop je. Niet aan zijn lul zitten. Goed zo niet. Hij heeft dat ook nodig. Oké, laten we gaan. Dago. Ja, hallo, daar zit ik. Ben je zenuwachtig? Valt wel mee of zo? Misschien op het moment zelf wel dat ik een beetje zenuwachtig ben. Ja, ik ben benieuwd, hè, Elmo. Anders gaan wij toch even tongen. Ah. Hij wil niet met jou tongen. Ja. Boop, 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 boop. Oké. Kijkt je ook echt zo aan. Onderweg naar deze leuke dag. Het is echt zo
op je lul. Ik heb maar... Ja, dit is... Wat? Ik heb maar wat hoop je dat er niet staat. Ja, gewoon iedereen waar ik in het verleden mee heb gehaald. Ah, dat zijn er heel veel. Nee, dat valt wel mee. Die ogen. En je bent ziekste side eye ooit. Niet arrogant klinken, maar als je met de flexibus gaat. Ja, sorry. Dat flexi, dus dat flex. Flex. De flexibus? Weet ik veel, bro. Kijk, ik weet de naam niet ik eens. Ik ben één keer vast. Ja, dat is toch vreselijk? Ik ging met een vriendin helemaal naar fucking. Ja, oké, het is wel cheap, maar, hoe lang moest je daar niet in de bus zitten? Ja, een dag. Ja, alleen het was fucking ratchet, want we kwamen toen... Ratchet? Ja, we moesten overstappen. Ratchet? Ja, ik ga hem verhaal vertellen, toch? Ratchet? Ratchet. Zeg, gebruik je dat woord? Ja. Ratchet en Clank. Jij niet de actrice van Game on the Film? Nee. Oh mijn god. Dat ben jij, volgens mij, met die lange haren. Wat zeg je nou? Dat jij die actrice bent. Oké. Ja, ik heb er wel zin in. Ja? Ik ben benieuwd wat is gefixt. Wat? Dat is een mooie vrouw, hoor. Ik werd nog geappt door Frank. Ja, heb ik jullie nog een vriendin, want ik heb niet genoeg vrouwen. Beter dan niks, toch? Gewoon, joh. Blonde meisje? Nee, alles behalve. Jongens, daar komen de meiden te staan straks. Ik Wat zijn nou? Kijk, het jasje is nog steeds wat klein, maar die boeken gaat goed. Staat dit gedeelte dan weer op film? Ja, sorry man. Gaan we er wat uithalen vandaag? Hey, we gaan natuurlijk gaan we wat uithalen vandaag. Alex, luister. Ik zeg het niet graag, maar jij hebt denk 5 bloedmooie vrouwen. Oké. Okay. Nee, wat vind je daar nou van? Geile vrouwen, altijd plezier. Ja, dat is zeker waar. Dat is altijd plezier. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat Lies het doet. Ja, ik vind het ook leuk. Toch iemand die niet afzegt, hè? Luister, mijn mensen zeggen in principe niet af. Marije, mijn mensen. Lies, mijn mensen. Ja. Jouw mensen. Ja. En dat zijn toevallig weer Nathan. En ja, Gio. Oh, dit is wel heel geil. Ja. Dit is heel goed, Sjaan. Kijk eens. Dat vind ik wel mooi. Doe je goed. Echt mijn passie. Video is gedaan, hoe deed ik het, Marije? Ja. Ja, wat ga jij ervan? Check de video. Nee, was goed. Nee, ik vond ook, alleen je hebt gewoon soms gewoon een beetje een duwtje in de goede richting nodig. Ja, en op drank. Dat kan ook altijd nog. Zonder consent. Maar stel, we zouden zo'n iets opnemen met drank. Dat zou echt beter gaan. Maar ik zat te denken, ik wou het doen, maar ik dacht van, het is niet normaal dat je drank nodig hebt voor dit soort dingen. Snap je? Dat is eigenlijk wel een klein, dat is wel een klein probleem. Ja. Dus stel, je hebt het echt nodig. Ja. Kijk, dat het grappig is. Alla. En nu weten we gewoon dat je het nodig hebt. Ja. Ja, precies. Ik dacht dat ik het minder ongemakkelijk ging vinden omdat ik hun gezichten niet zag. Maar dat maakt het echt niet goed. Het heeft ook mijn energie gezogen gewoon. Ja. Zeg maar, het voelt alsof zeg maar, al mijn energie eruit is gezogen. Energie! Energie! Uit is gezogen via mijn pik. Waarom hebben sommige fucking mensen een mobiel voor om op slaapstand te zetten, Jik? Fucking irritant. Nou, kijk eens. Hallo. Waarom loop je zo